naar voren geschoven en Julia naar achter. Vraag me niet precies wat de reden is. Het zal iets technisch zijn geweest en ook niets anders dan dat. De dame in kwestie die hier al plaatsgenomen heeft, achter de microfoon met haar gitaar. Een 16-jarige singer-songwriter. Ze speelt één nummer, afkomstig uit Zutphen is ze. Het is de eerste keer kunstbende. Vorig jaar was ze hier als supporter. Was ze nog niet helemaal klaar om mee te doen. Maar ze heeft iets meer dan een jaar de tijd gehad, want ze was al een beetje begonnen vorig jaar, om aan een nummer te werken. Dat heeft ze dus nu gedaan. Ze gaat het hebben over de hedendaagse maatschappij die je op een of andere manier van alles en nog wat door je strot duwt. En of je dat dan wil of niet. Het nummer heet dus daarom ook Swallow. En hier is, dames en heren, Amber Zoe. It's a madhouse, I can certainly tell you that. There are voices calling my name, they're far away and real, calling you too. They call us the people. It makes me angry, you know. We're out here having no control. So please forgive me for telling you what you don't want to hear. We're not free to be who we want. Lay on your eyes, babe. Lay on your eyes. That's why I'm imploding, exploding. Cause they only want to see me fall so they can rise, so they can rise. Can I be free?
be free. Cause I still live my hopes and dreams, but I know I can never be free. We're not free to be who we wanna be. We're not free to do as you please. Swallow my truth, swallow the lies, swallow your pain until you choke again. Swallow your pride. But I still build a house up in the mountains. Ik merk wel, de dames singer-songwriter, die krijgen hier de tent eigenlijk een keer helemaal stil. Mag ik jou vragen om er even bij te gaan staan? Mag dat? Ja? Dan haal ik de stoel alvast even weg, want dan kunnen we nou ook de microfoons klaarzetten voor het volgende optreden. Mag ik jou zomaar uittrekken hier? Dat wil zeggen, de plug hier of iets van hier. Je hebt hem uitgezet en dan plop. En dan, nou, zonder plop, dan hoort het ook. Goed. Hey, Swallow, de maatschappij die je van alles door de strot duwt. Wat is nou hetgene waar je de grootste hekel aan hebt, wat je door de strot geduwd krijgt elke keer maar weer? School. School. Ja. Een noodzakelijk kwaad. Kun je daarmee leven? Op het moment wel, maar het komt wel de strot uit. Nog andere dingen waar je zegt van oké, daar worden we allemaal mee overspoeld. Ik denk gewoon het ideaalbeeld van de mens. Je gaat naar school, dan ja, slaag je. Je gaat naar een universiteit of je gaat een hbo doen. Nou ja, dan studeer je af en dan zoek je een baan. En dan nou ja, zoek je iemand die je wel leuk vindt. En dan ga je trouwen en dan ga je ergens wonen en dan krijg je kinderen. Huppakee, en klaar is het leven. Ja, en dan is je leven eigenlijk, nou ja, perfect. Dus je houdt niet zo van het keurslijf? Nee. Oké, en je sloot af volgens mij met een zinnetje van een huisje in de bergen. Is dat iets wat je voor je ziet? Ja, ik was van het voorjaar was ik in Oostenrijk om te skiën. En dat was eigenlijk de eerste keer. En ik was zo verliefd op het land. En toen dacht ik, hoe geweldig zou het zijn als je hier bovenop een berg een huisje hebt en daar de hele dag muziek kan maken. En dan niet te voldoen aan die hele sleur die je eigenlijk waar je aan moet voldoen. En kom je dan ook nog wel eens van de berg af, dat je weer nog vaker gaat horen? Ja hoor. Oké, nou dat is dus geruststelling. Dankjewel. Appen zo heen. Mooi.